de oorzaak waarom dat we het in 2023 niet hebben laten doorgaan. Eerst en vooral, je moet het tijdig organiseren, voorbereiden. Contact opnemen met de marktkramers en daar knelde het schoentje. Dus van de 20 of 21 marktkramers die we vroeger hadden, is een heel deel gestopt. Gewoon gestopt met de activiteit. Er is er eentje failliet gegaan en dan hebben we dus niet meer heropgestart.